Goeiedag, lieve mensen. Daar ben ik dan weer met een kleine tutorial van Search on Productions. Ik ben ergens achtergekomen wat misschien wel handig is voor, ja, voor jou, I don't know. Waar ik achter ben gekomen, ik heb soms wel eens momenten. Ben ik bijvoorbeeld een videotrender of wat dan ook, weet je wel. En dan welk filmpje kijk ik op YouTube. Wat er dus gebeurt op dat moment is dat mijn YouTube filmpje behoorlijk aan het bufferen is. En eigenlijk zo erg eigenlijk dat ik gewoon niet in staat ben om het filmpje normaal te kunnen kijken. Ik heb daar iets op gevonden. Dus op het moment dat je filmpje aan het bufferen is. Kijk, nu zou je dat niet zien, want nu ben ik weinig aan het doen op dit moment. Maar je herkent dat wel, dat je filmpje aan het bufferen is en dergelijke. Op dit moment ben ik eventjes naar een film aan het kijken. Deze film heet Swingfoot. Het is gewoon een film. Met wel te verstaan Nederlandse omtiteling. Zoals je ziet. En ja. Dit alles kun je gewoon verkrijgen in een desktop player. En hoe heet die desktop player? Dat is de VLC Media Player. Hoe kan je die krijgen? Althans, je gaat natuurlijk als eerste even naar google.nl of .com, wat jij wil. Google.nl en dan typ je in VLC Player. En dan is het de eerste link die je moet hebben. En vervolgens download je hem. En dan wacht je eventjes. Vervolgens sla je het bestand op. Had ziek idee. Dat heb ik met download ding. En het downloaden duurt erg lang. Waarom dat is, weet ik niet. Ligt sowieso niet aan mij. En in ieder geval, ja, je moet hem dus downloaden. Dan vervolgens installeren. En dan heb je dus VLC Media Player voor je. Ik zal hem eventjes een beetje verkleinen. Zo. Dan kan je hem wat beter zien. Wat je nu dus moet doen is vrij simpel als je hem hebt. Je kopieert gewoon het filmpje. Je kan hem bijvoorbeeld, kijk, dit filmpje kan je niet delen. Oh jawel, je kan je delen. Dat soort dingen is eigenlijk niet zo belangrijk. Maar goed, ik doe het toch altijd maar wel weer. Misschien heeft het toch enigszins nut. Nou, als je dat gedaan hebt, zorg gewoon dat je deze link kopieert. Je kan natuurlijk ook gewoon de link bovenin in je browser kopiëren. En nou, dan ga je vervolgens naar je VLC Media Player. Je gaat naar Media. En dan vervolgens naar Netwerkstream openen. En vervolgens Paste. En dan zie je hier de YouTube link staan. Je drukt op afspelen. Wacht eventjes. En voilà. There you have it. A nice looking movie. Met natuurlijk wat heel belangrijk is. So many. Ondertiteling erbij. Damn. I'm just gonna go out there, alright? I'm just gonna. En voor zover ik zelf gezien heb, met weinig lek. Ik hoop dat je hier wat aan had. En nou, bedankt voor het kijken naar al die dingen. Ik weet dat het verder gaat. Subscribe, like en al die dingen. Ik weet het verder ook niet meer. In ieder geval, dit was een tutorial voor ja, iets minder like in YouTube filmpjes of iets dergelijks. Ik weet het ook niet. Dus ja, dat is zonde. Doei!